Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Ja, Ajoep, in de serie moeilijke namen voor de verslaggever van Hogeveen TV. Allereerst neem je achternaam, dan kunnen we de hele zomer even oefenen. Ja, jullie maken het zelf moeilijker, maar het is Ben Ali Ahlak. Als we het maar in stukjes doen, hè? Ja, dat kan ook alleen maar in twee stukken, dus ja. Hey, je komt van Hattem, stap naar Hogeveen. Nou, Hattem is derde klas, dan denkt iedereen grote stap. Maar je wilt echt die uitdaging aangaan. Ja, ik denk dat ik zelf de kans wel aan kan pakken. En ik heb er zelf vertrouwen in en de trainer ook, dus voor mij is dat het allerbelangrijkste. Wat ik begrepen had, speelde er vorig jaar ook al iets, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt, maar dat ging helaas niet door. Dus uiteindelijk dit jaar wel, dus hartstikke blij mee. Even kijken naar je voorgeschiedenis. Hattem is dan die laatste club. Waar heb je daarvoor gespeeld? Ik heb altijd in de jeugd van Bukuk gevoetbald. Uitstappen gemaakt naar uiteindelijk naar Hattem gegaan, maar ik heb altijd wel bij Bukuk gevoetbald, ja. Ja. Bij Bukuk, dan sta je natuurlijk naast het stadion van PEC Zwolle. Ooit in beeld geweest bij PEC? Ja, ik heb wel eens meegetraind, een jaar lang meegetraind. En helaas is niks geworden, maar bij Bukuk zat je op geen verkeerd niveau. Dus uiteindelijk was dat wel een goede jeugdopleiding. Ja. Uiteindelijk dus van Bukuk naar Hattem. Vanwaar die keuze destijds voor Hattem? Ja, ik voelde alles vertrouwd. Ik kreeg een mooie kans, een mooie club. Dus het sprak mij wel erg aan, dus vandaar die stap. Dan wil je graag het proberen op een hoger niveau. Nu komt die kans bij Hogeveen. Is er al eens eerder een kans bij een andere club op een hoger niveau geweest? Ja, ik heb vorig jaar wel eens gesprekken gehad. Maar het is geen goed gevoel bij gehad, zoals bij Hogeveen. Dus uiteindelijk heb ik toch nog de knoop doorgehakt om naar Hogeveen te gaan. Dan heb je dat gesprek met Hogeveen. Waar gaat zo'n gesprek dan over? Ja, gewoon van alles. Of je kwaliteiten, of wat je zelf van gaat verwachten, wat de trainers van je verwachten. En uiteindelijk kom je tot een uiteindelijk gezamenlijke afsluiting, gewoon een deal. Wat wisten ze al van je? Ja, dat ik een kwalitatief speler ben, goed aan de bal, 1-op-1 dribbel, goede aannames, dus ja. Praktijk, trainer Nico Haak die zegt, het is een frivole speler. Ja, dat zijn mooie woorden uitgesproken, maar ik moet het zelf wel waarmaken, dus we hebben hier Shaki Mohamed gehad. Ik weet niet of je Shaki kent, maar nou goed, dat is een jongen die inderdaad ook de stap van een lager niveau van Delitzschwaardig gemaakt. Die is toen doorgebroken. Ja, je kent me dus zelf niet, maar dat moet haast wel het beeld zijn wat jij natuurlijk ook hebt. Hè? Ja, zeker. Ik zie dit echt als een mooie podium, mooie kans om eventueel een stap hoger op te gaan. Het is altijd mijn droom geweest en hopelijk kan ik het hier waarmaken. Aanvallen, zei je al. Waar moet jij het vooral van hebben? Waar ligt je kracht? Ik denk bal aan de voet, in de diepte. Ik denk echt in de acties. Ik denk als ik een bal mannetje in de rug kan ik wel goed controleren, vasthouden. Dus dat is wel een van mijn sterkste punten. Ja. Belangrijk is natuurlijk ook die eindpaas. Eindpaas, ik heb zelf een goaltje mee kan pakken, assistjes. Dus ja. Ben je meer de man van de assist? Ik ben altijd wel geleidelijk. Altijd wel dezelfde cijfers. Evenveel goals als evenveel assists. Dus zoals afgelopen jaar had ik 10 goals en 10 assists. Dus, voor mij waren het wel prima cijfers. Nu ga je de stap hoger proberen. Ja, het kan natuurlijk zijn dat je ook wel een kwestie van geduld is, hè? Voordat je echt in de basis komt. Ja, zeker. Maar zoals ik zei, ik heb er zelf veel vertrouwen in. Dus als ik mijn ding doe, dan moet het wel goed komen.